Met deze chip moet je altijd de beste kwaliteit hebben, toch? Ja, maar dat is het niet. Nee. Het is de goedkoopste melk die je kan vinden. Maar dat geeft niet. We redden ons ermee. Zo. Ja. Alsjeblieft. En je moet het eigenlijk even op laten drogen, dus je moet nou niet direct op je kussen gaan liggen, ja, of op je buik. Is groot genoeg. Ja. Oh! Dan moet je zeggen, heerst, moet je zeggen, nee, dat is niet waar. Nee, is niet waar. Moet je niet zo negatief over jezelf praten. Je moet niet zo negatief over jezelf praten. Ja, een beetje mocht ze dan altijd nu, hè? Ja, dat is waar. Ik hoop dat hij morgen weer een beetje flexibeler is, dan kan ik een beetje sporten. Wil je weer een beetje... Nou, ik wil gewoon deze laatste maanden wil ik gewoon lekker gaan sporten. Ja? Ja. Dat ik dan ook gewoon een beetje fatsoenlijk... Een beetje met de mooi strak licht gewoon naar buiten gaat. Ja, dat is eigenlijk wel het doel. En wanneer ga je dan? Ja, als, ik wou morgen. Mm. Maar ik hoop dat mijn nek dan een beetje hersteld is. Oké. Okay. En dan ga je fitnessen? Ja, auw. Ja. En waar is je al je poedertjes en dingetjes dan? Ja, dat is allemaal op. Oh. Dus ik doe het zonder poedertjes en ditjes en datjes. Ah. Het is alweer kort voor 10, jongens. Ja. Yeah. Ik hoop dat je nog een keer een reactie van hem terug krijgt, dat hij nog langskomt. Ja, van Michael... Pilacik. Pilacik? Ja, doe dus, ik was het volgens mij zag niet zo uit. Ja. Pilacik. Ja, Pilacik. Ja, goeie fan, man. Ook, ik zat zijn filmpjes naar hem te kijken, heel inspirerend of zo. Ja? Ik heb dat bij heel weinig personen. Ja. Maar deze man die heeft me wel geïnspireerd. Ja. Ook voornamelijk dat hij zijn eigen verhaal een beetje doet. Ja, oké. Ja, I know him. Ja. Ja. Ik hoop dat ik morgen boeken kan bestellen. Hm? Dat ik morgen boeken kan bestellen. Ik heb zakgeld. Dus ook weer geld voor boeken. En ik wil nog 2 boeken bestellen. Dus denk je dat we morgen iets horen? Ja, ik denk het niet. Het staat weer veel te veel op de planning. Andrea is jarig. Aan de andere kant wel, maar niet, ik denk niet heel veel bijzonders. Misschien dat er wel iets gerelateerd binnen gaat komen, maar niet. We gaan geen spel spelen of zo morgen. Nee, maar ik denk dat we gewoon de uitleg krijgen. Want het kan niet zo zijn dat we een week niks horen. Dinsdag? Wat is het? Dinsdag? Het lekkerste, ja. Nee, ja, maar... Ja, aan de andere kant... Maar dat hoor je vanzelf, tot er in de brief. Heb je die brief nog? Ja, ergens. Maar met dat stond van, dat hoor je vanzelf. Ja. Maar als je dan nu al de uitleg hoort en we gaan pas in oktober stemmen. Dat is toch raar? Ja, maar het is ook heel raar dat het zo gaat, toch? Maar, ja, ook weer niet. Wat is daar raar aan dan? Je moet het niet vergeten, dat is nog best wel een lange tijd waar het over gespreid moet worden. Ja, we moeten nog 4 maanden... Ja. Ik voel me hier dood ongemakkelijk bij. Dat is nou juist de bedoeling. Nou, niet in de zin van dat ik me niet red of zo. Nee, dat weet ik. Maar, ja. Ik heb een beetje moeite om mijn dagelijkse... Ja, draai te vinden. Ja. En dat is gewoon puur omdat ik heel veel... Ja. Eet, goed nacht. Ja. Ja. Vind je stom? Ja. Wat vind je stom? Ik hoop dat ik Sinterklaas 5 december nog een keertje mag zien. En de kerstman. Nee, kerstman gaan we niet meer redden. Nee, denk ik. Sinterklaas wel. Ja. Sint Maarten nog. Maar Sinterklaas, daar heb ik echt zin in. Ja? Ja, je hebt zo'n grote maat. Sorry. I love Sinterklaas. Zie geen stompe stompel terug, denk je. Ja. Ik vier het thuis nooit, hè? Jij wel eens?
Sinterklaas? Nee. Wij vieren altijd kerst met de hele familie. Ah, heel leuk. Ja. Andere kerstboom? Ja, en meestal doe ik altijd wel met Sinterklaas mijn moeder cadeautje geven. Dat vind ik altijd leuk. Geef jij dan? Dat ze heel graag wil hebben. Wat is dat meestal? Dat is echt heel is echt verschillend. Wat heb je de vorige keer aan haar gegeven? Oh, goeie vraag. Niks, toen was je hier. Toen was je hier. Ja, toen heb ik haar niks gegeven, toen was ik hier. Maar de laatste keer weet ik niet meer. Nee. Je ne sais pas. Met kerst heb ik hem nog een hele mooie oorbellen gegeven. Van een kunstenaar. Dat weet ik wel. Toch ging toen kerst ook alweer. Het ging toen heel apart. Volgens mij kwam mijn tante toen in het ziekenhuis te liggen. En toen ging het niet door. Dat was iets heel geks. Het helemaal ik weet het echt niet meer. En voor Sinterklaas heb ik haar toen ik weet het niet meer, dat zou ik aan haar moeten vragen. Ik heb mijn moeder zo vaak wel, dat weet ik niet. Ik denk dat je moeder het niet meer weet. Jawel. Ja? Ja, het zit er echt goed in. Ja. Quint. Ja. En ik denk als ik eventjes goed nadenk. Oeh, daar gaat de toren van Pisa. Oeh, dat is in Italië ook al zo'n probleem. Oeh, denk je dat je Ria Quint nog ziet hier? Nee. Is het niet dat ze nog even... Nee, die ga ik niet meer zien. Maar in één was het wel zo, toch? Ja. Mijn moeder schreef in de ene laatste keer post van... Nou, aangezien je misschien langer blijft, want toen was het een beetje dat ik zei al had geschreven. Nou, ik weet nog niet of ik na 15 maanden thuis kom of weet ik veel. In ieder geval, dat ging de ronde. Misschien dat ik dan nog een keer langs kan komen. Toen schreef ik terug, nou, Quint. Nee. Is dat jammer? Ja. Ja. Ja, want ze zeiden dat ze dat leuk zou vinden. Daarom schreef ze dat. Als je nou langer blijft, dat was het. Want ik had nog niet gezegd dat ik langer zou blijven. Als je langer wilt blijven. Want mijn afgelopen drie keer de post, twee keer het denk ik, drie keer de post, ging het over of ik nou wist wat ik in september ging doen. Ja. Afgelopen twee post. Nee, ja, twee keer ervoor. Nu niet. Ging het er niet over. Dat is ook niet waar. Wat rook je? Zware Shag. Alleen maar sigaretten of Shag. Sigaretten, datgene wat ik op een feestje aangeboden krijg. Ik koop geen eigen rookbaar. Hoop je een boek net gepakt voor je? Ja, wanneer begon je met roken? Rond mijn 12e, rond mijn 15e en na mijn 20e. Eigenlijk ben ik nooit begonnen, want ik rook maar af en toe. Hoeveel rook je per dag? 20 sigaretten, 10 tot 20, 10. Ik rook niet dagelijks. 20 plus. Ja. Hoeveel rookt hij op een dag is? Ja, dat weet ik niet. Ik heb ze niet geteld. Nou, tussen de 10 en 20, denk ik. Roken. En Jesse Nick zit op 20 plus. Yeah. Hey. Kijk. Christel. Is een hartje van de moeder. Leuk hè? Ik heb helemaal geen foto's. Oh jawel, kijk! Oh jawel, echt is dit? Nee. Kijk, ik heb wel foto's. Mijn nek plakt. Kijk! Wat? Mijn nek plakt. Ja, maar je hebt toch al je shirt aangedaan, dus je kan wel weer gaan liggen. Dat is het zoontje van mijn nichtje. Nicht. Ik zie er niet zoveel van. De laatste keer dat ik hem zie, was hij nog een babbetje. Een babbetje. Nu is het al echt een grote keer. Lief, hè? Ja, gek is dat, hè? Ja. Merel had er ook last van, zei ze. Waar had ze last van? Nou, dat er allemaal kinderen worden geboren, zwangerschappen. En...
Ah, hier zit echt een interessant boek. Wat? Ja. Dit. Ik zal je wat vertellen. Nou, schat. Vrijdag 30 augustus gaat mijn vakantie in. Ik ga 14 dagen op vakantie in Ethiopië. Nou. Lekker, hè? Om je 5 maanden te halen. Ja, en dan? Wat ga je dan doen in je vakantie? Ja, dat weet ik niet. Maar ik, misschien gewoon wel hetzelfde, maar gewoon, dat is toch ook nog wel. Dat heb ik nog in Ethiopië nog niet ervaren, vakantie. Of is het één grote vakantie, Gerrit? Ja, dat is een grote vraag. Ja? Mensen thuis denken daar van weet wel. Jij antwoord op. Mensen thuis denken van wel, maar ze voelt het niet. Nee, hè? Nee. Mike is ook met vakantie geweest. Die heeft toen bijna een anderhalve dag in een boom gezeten. Weet je dat nog? Ja, en die fluit het over het terrein heen. Ja. Dan was je je ding aan het... Ja. Dus... Misschien moet ik dat ook nog wel ervaren. Ik kwam er ook lekker makkelijk bij weg. De campingbeheerder. Wie is eigenlijk nu de campingbeheerder van dit terrein? Van dit resort? Merel en Jesse. Oh, oké. De twee mensen die het meest houden van camping. Ja, maar eigenlijk... Jij bent directiesecretaresse toch, Maris? Niet. Hij hoeft niet heel bescheiden te doen, hoor. Nu alleen het zakgeld. Ja, maar ik heb jou... Toch wel, zie jou toch wel als directe secretaresse van Ethiopië. Nou, secretaresse klinkt een beetje eigenlijk een soort met van, hoe noem je dat? Adjunct directeur. Mm. Ah, dat klinkt wel een stukje vermelen. Hij mocht de directeur wegvallen. Ja, dan neem jij het schip over. Oh nee, het roer. Dat schip gaat mee. Jij moet gewoon dat schip dan nee, claimen. Nee, maar even zonder gekheid. Ik zit nu gewoon een beetje grapjes te maken. Maar echt, sorry. Maar dit, als Jesse weg zou vallen, hè, zou jij dan de financiën overnemen? Ik denk het wel, ja. Okay. Ja. Voor de groep zou ik wel doen, ja. Ja? Gelukkig. Ja. Maar ik zou het niet alleen doen. Met wie dan? Nee, dat weet ik niet. Ik zou het met iemand anders doen. Met Gerrit. Die kwam als Mr. Finance binnen. Ja! Ger! Ja hoor. Vervul je ook die... Als jij eens wegvalt, dan zei ik ook tegen hem. Ik heb laatst ook het hele discussiepunt over de finance een beetje tegen me opengebroken. Ik zei van, joh, weet je wat het is? Niemand wil de finance overnemen. En dat is gewoon puur omdat als iemand die rol van je afpakt, dan ga je er als een haas bovenop zitten. Dan word je bloedirritant. Ja, en ik heb het al heel vaak in de vergadering gezegd van, joh, wie het over wil nemen, die mag dat doen. Ik heb hem nog nooit gehoord, hoor. Nee, maar hij heeft het wel een aantal keer gezegd. Toen heb ik ook al een keer toegezegd van, nou, misschien moet ik dat wel gaan doen. Maar ja, dat laat je natuurlijk nooit toe, want ik zei van, ja, dat is wel een van de belangrijkste functies in Ethiopië. Die laat je niet zomaar glippen. Ja. Dat laat je niet zomaar, ja, daar weet je niks van en misschien heb ik het wel gedaan. Ik zei, nou, yes, ik ken je een beetje, dat ga je niet doen. Ja. En wanneer heb je dat dan gezegd? En dan begon hij een beetje op die toer. Ik zei, nou, kijk, mensen mogen geen... jij mag wel aanmerkingen geven op mensen die dan de finance doen. Hè? Dat mag dan allemaal wel. Maar als iemand anders in één keer iets over zegt, dan is het... Ik heb hem toen een keer gezegd van, joh, het geld had hij overal liggen. Ja. Had hij zijn jaszak, had ik hij ook, daar, ja. in de kluis. En ja. zei van, joh, moet hij niet op één centrale plek liggen? Ja, maar als er iets aan de hand is, dan weet ik wel wat ik kan vinden. Ik zei, ja, maar dat gaat er niet om. Dat alles op één centrale plek ligt. Want er zat ongeveer nog €1,40 zat in zo'n jaszak. Ze moet dat gewoon niet in de boot of zo. Ja, en als je het allemaal beter weet, dan ga je het toch lekker zelf doen. Ja. Hij heeft dat ook een keer tegen ons destijds gezegd. Van, joh, waarom is dat geld hier en is dat ja, geld... Ja, maar Jesse is daar een ster. Ja. Ja. Maar als het dan op hemzelf betrokken wordt, dan is het... dan ga je het toch lekker zelf doen? Ja. In de hoop dat ik zeg van, oh nee, Jesse, nee, dank je wel voor alles. Messias. Messias. Toen was hij ook stil, toen ging hij roken. Ja, je hebt zeker een punt. Dus ja, ik wil het best wel doen. Ja? Als Jesse wegvalt, zeker. Ja? Tuurlijk. Samen met Mariska. Ja. Ik denk dat jullie wel het gouden duur zouden zijn, heel eerlijk. Ik echt. Ik ken het ook maar eens. Maar is, denk je dat ook of niet? Wat? Die gouden duo zitten zijn. Finance, ja, zeker weten. Ja. Zij vindt het
weer reet irritant. Oké, ik hou over mijn mond. Nee, helemaal niet. Nee, zeker weet niet. Maar is, dan is het dan zijn we het zakelijk front ja. Met het vleugje humor. Ja. Hey. De rest. Ja. Yes. Yes. Dat gaat hem worden, Gert. Yes. Ik heb het te zien. Ja, gaat hem goed. Is. We moesten eigenlijk nog ergens op terugkomen vandaag. Ja. Over de koekjes. Ja. Ja, dat is te laat. Wat is er misgegaan? Ik weet het. Nee, maar daar ga ik nu niet met je over praten. Wat is er misgegaan, Hiss? Nee, maar jij zou een functionering... Je had allemaal groot praat ja? functioneren. Ik heb je vandaag maar dat gaat niet zo. En toen zei je in de bakkerij heb je ook niet een functioneringsgesprek op bed met een boek erbij. En dat je er zo bij ligt. Ja, dus ik neem dit allemaal heel serieus, maar moet je het ook serieus aanpakken. Hiss, ik heb je vanmiddag nog aangesproken. Zei je, dat gaan we niet doen. Oh. Ja, loop maar weg. Ik. Voor je problemen. Ja. Kan nog een beetje informeel.